Welkom in het Gemeentemuseum. Ik ben Suzanne Lamboy en als keramiekspecialist verbonden aan het Gemeentemuseum in Den Haag. Wij bevinden ons nu in de stijlkamers waar we de wisselwerking laten zien tussen Aziatische keramiek en Delfts aardewerk. Het Gemeentemuseum heeft aan het begin van de 20e eeuw een grote collectie Delfts aardewerk geschonken gekregen en dat vormt eigenlijk de basis voor de collectie Aziatische keramiek, omdat we willen laten zien hoe de decoraties en de vorm door het Oosten zijn geïnspireerd. De VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, importeert aan het begin van de 17e eeuw heel veel porselein uit China. Dat wordt zo geliefd in het Nederlands interieur, dat in Delft men al heel snel denkt, dat gaan we namaken. Ze doen dat op zo'n goede manier dat het onderscheid bijna niet te maken is. Niet alleen in Delft wordt Chinees porselein nagemaakt, maar op een gegeven moment gaan ze in China op bestelling ook weer het Delft namaken. Dus het gaat twee kanten op. We noemen dat Chine de commande, Chinees porselein op bestelling. De depots van de Chinese kunst bevinden zich onder in het Gemeentemuseum. We gaan nu binnen bij het kunstnijverheiddepot. Als we de hoek omgaan, nog meer blauw-wit. Gekleurd aardewerk, 17e, 18e eeuw, ook nog veel vroeger grafkeramiek. Maar als eerste gaan we nu de kraakschotel uit China uit de 17e eeuw. Dit is een Chinese porseleinen schotel van het type dat als eerste door de VOC naar Nederland werd ingevoerd. We noemen het kraakporselein naar Portugese schepen Caracas die het vervoerden en door de Nederlanders werden overmeesterd en de lading werd hier verkocht. Kenmerkend is de paneelverdeling langs de rand met Chinese symbolen. We zien de perzik van lang leven bijvoorbeeld, maar die panelen gaan ook door aan de achterzijde. Het is ook het eerste type porselein dat in Delft werd geïmiteerd. Een voorbeeld daarvan is dit kleinere bordje. Zowel in kleur als in decoratie en vlakverdeling komt het overeen met de Chinese voorbeelden. Het is alleen niet gemaakt van porselein, maar van aardewerk. Dat is te zien langs de randen waar het glazuur is afgeschilferd. Daar zien we een gele aardewerkkern. Kraakporselein werd in massa's naar Europa gevoerd, maar een heel zeldzame variant uit die tijd vormt dit paar bordjes met een Europees georiënteerde voorstelling, een wapenschild met de fontein van het leven. Het is een christelijk symbool en het is heel goed mogelijk dat de eerste missionarissen, de Jezuïeten in China, deze bordjes besteld hebben. Wereldwijd kennen we alleen een paar flessen en deze bordjes. Dat zijn dan unieke stukken in een periode dat er massa's kraakporselein naar Nederland kwamen. Een compleet ander onderdeel van de collectie is de Chinese grafkeramiek. Daarvan is dit paar terracotta kamelen uit de Tang-dynastie een goed voorbeeld. Oorspronkelijk zijn ze gedecoreerd geweest in felle kleuren, wit en oranje. In de Chinese cultuur gaat het leven door na de dood en krijgt de overledene alles mee in terracotta wat hij in zijn huishouden in het hiernamaals maar kan gebruiken. Dit is een van de meest spectaculaire stukken Chinees porselein in Nederlandse collecties. Het is een enorme kom die met de hand is gedraaid. Hij dateert uit het tweede kwart van de 18e eeuw. En de binnenzijde vertelt ons eigenlijk waarvoor hij gebruikt is. Want we zien prachtige gekleurde vissen in een onderwaterwereld. Het is dan ook een grote vissenkom. Maar waardoor dit stuk echt bijzonder is, dat is de beschildering aan de buitenzijde rondom. De porseleinschilder heeft zelf het porseleinproces dat om zich heen plaatsvond geschilderd als één groot verhaal dat doorloopt rondom de buik van de kom. En we zien het kneden van de klei, het draaien tot vormen, het beschilderen, het brengen naar de oven, het plaatsen in de oven en het stoken zelf. Het is een van de weinige porseleinstukken die zelf laten zien hoe ze gemaakt zijn. En het was een spectaculair stuk in de 18e eeuw, maar dat is het nog steeds tot op de dag van vandaag.